een ijzermet, Jorrit. Dit is een echte ijzermet. Ja, ja. En hij is 4,5 miljard jaar oud. Weet je dat eigenlijk? Echt? En ja, dat weet ik niet, maar dat weten de dames en heren geologen. Die kunnen dat... Die kunnen dat napluizen. En die geologen die zeggen, hij is 6000 jaar geleden gevonden in Argentinië. Nou wil ik jullie geen schrik aanjagen, hè? Maar stel dat zoiets nou vannacht door je dak heen komt. En het landt naast je kussen. Ben je dan niet aan de dood ontsnapt? Ja. Nou, wees. Nou, als die meteoriet nog brandt door de dampkring. Ja. Nou weet je, dat is natuurlijk ook het feit dat eigenlijk, voor zover wij, er komen best veel grote stukken terug. Maar de aarde bestaat grotendeels uit water. Maar er komen wel stukjes door in het dak, hè, dat mensen. En, maar door die dampkring verbrandt het natuurlijk ook. Dus de meeste stukken zijn klein. Ja? En iedere dag en nacht komen er brokstukjes meteoriet terug op aarde. En als je foto's ziet, dan zijn bepaalde steden, die liggen in een heel diep dal. En met